Peilingen voor verkiezingen laten grote stijgers en dalers zien. Burgerinitiatief wil toch een middelbare school in Beuningen. En dankzij een boer kan Down the Rabbit Hole dit jaar doorgaan. Met nog een kleine 2 weken tot de Provinciale Statenverkiezingen komen ook de eerste peilingen naar buiten. Zo ook vandaag de peiling van 1Vandaag en Ipsos. Met een foutmarge van maximaal 2 zetels geeft deze peiling alvast een aardig beeld van wat we op 15 maart kunnen verwachten. Op onze redactie staat verslaggever Joyce Dijkstra. Joyce, wat zijn de meest opvallende uitslagen in deze peiling? Niet onverwacht, maar wel opvallend, is de partij die waarschijnlijk als grote winnaar uit de bus zal komen, namelijk de Boer-Burgerbeweging. In de huidige peiling staan zij vanuit het niets op 9 zetels. En daarmee staan ze samen met de VVD aan kop, waarvoor eveneens 9 zetels wordt verwacht. De grote verliezer in deze peiling is Forum voor Democratie. Zij zakken van 8 zetels in 2019 naar slechts 1 zetel. Ook het CDA moet flink inleveren. Zij zakken van 7 zetels naar 3 zetels. Oké, de winst zal dus waarschijnlijk gaan tussen de VVD en de Boer-Burgerbeweging. Hoe staat het met de andere partijen die ook aan de vorige verkiezingen hebben meegedaan? Een aantal van die partijen houdt volgens deze peiling hetzelfde aantal zetels als tijdens de verkiezingen van 2019. Dat geldt voor GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Verder zijn de verschillen minimaal. Zo moeten de Partijen van de Arbeid, D66, ChristenUnie en SGP 1 zetel inleveren. De PVV en VVD gaan er juist 1 zetel op vooruit. Ja, dat zijn inderdaad maar minimale verschillen. Tot slot, hoe staat het ervoor met de nieuwkomers in de politiek? In deze peiling zijn 4 nieuwe partijen te zien ten opzichte van 4 jaar geleden. Dat is dus in ieder geval de BBB die op 9 zetels staat. Daarnaast zien we JA21 met 3 zetels binnenkomen en Volt met 1 zetel. De lokale partijen in de provincie komen binnen met 2 zetels. Naast deze nieuwkomers moeten we ook afscheid nemen van enkele partijen, als we deze peiling moeten geloven. Dat zijn 50PLUS, die van 2 zetels naar 0 gaat. En ook ons Gelderland en Belang van Nederland zouden deze keer geen zetels krijgen. Maar zoals gezegd, er zit een foutmarge van 2 zetels op deze peiling. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Ja, dankjewel Joyce Dijkstra vanaf de redactie. En dan een middelbare school in Beuningen. Sinds enkele jaren probeert een burgerinitiatief onder de titel De Nieuwe School een MAVO, HAVO en VWO van de grond te krijgen. Hoewel het college van burgemeester en wethouders vorig jaar al heeft uitgesproken dat er geen draagvlak is, blijven de initiatiefnemers volhouden en denken dat een voortgezet onderwijs van toegevoegde waarde is binnen de Beuningse gemeenschap. Wij krijgen regelmatig e-mails van ouders met potentiële kinderen en ook van mensen die spontaan solliciteren. En ook geïnteresseerden die dus gewoon willen weten wat de stand van zaken is. Nou, we willen een school zijn waarbij de gemeenschap, dus de Beuningse gemeenschap, onderdeel is van onze school en ons onderwijs. En hierbij willen wij ook graag aansluiten met de trends die wereldwijd gaande zijn. Dus het oog hebben voor innovatie, het oog hebben voor het onderwijs dat daadwerkelijk ertoe doet, waarbij leerlingen echt baat hebben, waar ze iets leren, waar ze de rest van hun leven mee uit de voeten kunnen. Hoeveel handtekeningen moeten jullie van geïnteresseerden halen voordat jullie het initiatief kunnen voorleggen aan het ministerie? Per leraar, MAVO, HAVO, VWO afzonderlijk, heb je minimaal 200 handtekeningen nodig van ouders. Voor de duidelijkheid, wij verzamelen de handtekeningen niet. Dat gaat absoluut anoniem via Duo. Daarna krijgen wij wel het aantal, hè, dus van de mensen die dus een nieuwe school zien zitten. Wij moeten dan voor 1 oktober dit kalenderjaar de aanvraag, dus het hele pakket aanvraag, al naar de minister hebben gestuurd. Op het moment dat de minister ons groen licht geeft, dat dan de gemeente verplicht is om binnen 2 jaar ruimte toe te wijzen. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Er dreigt een tekort aan logopedisten in Nederland. Waarom dat een probleem is, dat zie je zo.
De politie heeft twee jongens opgepakt voor de overval op de Albert Heijn aan de Molenweg in Nijmegen. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Nijmegen en een 17-jarige jongen uit Wijchen. Ze werden woensdag opgepakt. Maandagavond probeerden twee jonge mannen de supermarkt te overvallen. Nadat ze de winkel binnenkwamen, probeerden ze het personeel achter de balie te bedreigen. Ze sloegen op de vlucht zonder buit. Er vielen geen gewonden bij deze overval. Festival Down the Rabbit Hole heeft een lokale boer betaald om minder dieren te houden, om er zo voor te zorgen dat het festival doorgang kan vinden binnen de huidige stikstofnormen. Dat meldt Dagblad De Gelderlander. Grote evenementen moeten de uitstoot van stikstof door auto's van bezoekers en werkzaamheden op het terrein compenseren. Het alternatief is op dit moment het festival niet te organiseren, zegt directeur Kees Rutte van Leisurelands. Maar helaas is een festival zonder uitstoot nog niet mogelijk. Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben moeite met duidelijk spreken. En door de vergrijzing en dementie nemen de communicatieproblemen alleen maar toe. Er is behoefte aan professionals, logopedisten dus. Maar juist daar is een dreigend tekort aan. Bij de opleiding Logopedie aan de Han in Nijmegen hopen ze dat er nieuwe aanwas komt. Jullie luiden vandaag de noodklok. Waarom? We hebben te weinig logopedisten nu in Nederland. En daardoor ontstaan ontzettend veel wachtlijsten. En ja, dat kan gewoon niet. Je kunt niet, als je problemen hebt, maanden moeten wachten op begeleiding. Want nu kan het tot een jaar duren voordat je geholpen wordt. En het aantal studenten logopedie neemt ook nog eens af. De jongeren die de opleiding nu kiezen, komen er eigenlijk per toeval terecht. En een van mijn jongere zusjes die heeft zelf logopedie gedaan. Ze zei bijvoorbeeld de H in plaats van een R. Dan zong ze een liedje over een rupsje en dan werd dat ik was een hupsje super schattig. Maar daar is ze vanaf geholpen door de logopedist. Ik kwam eigenlijk achter dat ik taal heel interessant vond. En via eigenlijk een coach ben ik bij logopedie gekomen. Mm-hmm. Een studiecoach. Ja, want eigenlijk anders had je er niet aan gedacht, toch? Nee, zeker. Nee, het is niet echt iets wat opvalt of zo. Ik denk dat dat komt omdat het beeld van de logopedist nog te eenzijdig is. Mensen denken vaak nog aan de logopedist die kinderen helpt met uitspraak. Logopedisten komen bij heel veel problemen helpen. Communiceren in de breedste zin, maar ook bijvoorbeeld bij slikproblemen en gehoorproblemen. Oftewel, er is meer vraag en weinig aanbod. Betekent dat dan wel dat deze klas bijna verzekerd is van een baan of niet? Ja, eigenlijk wel. Iedereen die nu afstudeert, die heeft gewoon gegarandeerd een baan. En ook keuze uit verschillende banen. Daar ben ik wel heel erg blij mee. En ik wil graag in een ziekenhuissetting werken en daar is ook heel veel werk in te vinden. Dan kijken we weer even naar wat de regio ons te melden heeft op de sociale media. DAR is vandaag gestart met een inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Dat laten ze weten via de Instagram stories. Dit wordt gedaan omdat de luiers dan gerecycled kunnen worden en er minder restafval overblijft. De Vierdaagse roept deelnemers op om je aan te melden bij de Vierdaagse sponsorloop. Zo kun je je wandelprestatie inzetten om geld op te halen voor het goede doel. Het doel waar je voor loopt, dat kun je geheel zelf kiezen. Hoe dat verder in zijn werk gaat, staat op devierdaagsesponsorloop.nl. En tot slot een klein feestje vandaag bij de Jumbo Supermarkt in Winsen. Ze hebben namelijk de Leuk Boodschappen Doen Award gewonnen. Daarmee zijn ze de meest klantvriendelijke Jumbo van Nederland. Wethouder Alwin Steeg kwam langs voor de felicitaties. Ja, het woningtekort in Nederland blijft een groot probleem, zo ook in onze omgeving. Niet voor niets is dit dan ook een groot onderwerp tijdens de Provinciale Statenverkiezingen die er binnenkort aankomen. Dat er snel een oplossing moet worden gevonden is voor de meeste mensen wel duidelijk. Ook als we de straat op gaan met de vraag of men er last van heeft, kunnen de meesten hier wel over meepraten. Een tekort aan betaalbare woningen. Ook een probleem voor menig Nijmegenaar. Zo ook voor de starters die hun studentenkamer het liefst willen inruilen voor een eigen volledige woonruimte. Nee, de prijzen zijn enorm hoog. En vooral als je in je eentje iets wil huren, dat is eigenlijk niet te doen. Loop je ook tegen dit probleem aan? Ja, zeker. Op zich kan ik het dan nog wel met z'n tweeën delen. Dus dat is nog wel voordelig. Maar dan loop ik er meer aan tegen het aanbod eigenlijk dat er is. Het is best wel lastig om iets te vinden wat aan de wensen voldoet ook. Het liefst ook nog met een aparte slaapkamer. En dan gaan we inderdaad ook allebei achteruit. En dat zou ook zonde zijn. En voor de mensen die wel een huurhuis hebben, maar graag zouden willen kopen, verloopt de zoektocht ook niet echt van een leien dakje. Ja, het is niet anders op dit moment. Weet je, de huren is voor ons op dit moment de enige optie. En de huidige marktprijzen, ja, dat is een beetje van de gek om daar aan mee te werken. Qua prijzen. En als je
gezien onze situatie in huis zou willen kopen, dan kom je ergens in een dorp hier rondom Nijmegen terecht. En we willen heel graag in Nijmegen blijven wonen. De woningzoekenden verleggen hun grenzen en dat is te merken. Overal staan ze in de rij. Meer dan in het centrum, maar ook daar zul je wel zien natuurlijk dat veel mensen op zoek zijn en dat dan ook wel gewoon woningen tekort zijn. Ja. Nijmegen wel hectischer dan in een dorp, maar nog steeds wel ook moeilijk te vinden. Ja. We zijn dus echt wel 2 jaar op zoek gegaan, heel veel huizen bezichtigd, veel biedingen gedaan, maar elke keer kom je er als verliezende partij uit. En uiteindelijk moet je geluk hebben, denk ik. Ja. Ja, na weer een dag met volop zonneschijn zal het weerbeeld vanaf nu langzaamaan wat gaan veranderen. Morgen start de dag bewolkt. In de loop van de dag breekt deze bewolking wel wat open en krijgen we te maken met een mix van zon en wolkenvelden. De temperatuur komt morgen uit op 1 graad of 9. In het weekend wordt het wat wisselvalliger. Zaterdag zal een vrij grijze dag worden met veel bewolking. Er kan hier en daar dan ook een bui vallen, maar de dag zal voor het grootste deel van de dag wel gewoon droog verlopen. Op zondag zullen er vervolgens wat meer buien aanwezig zijn en hier kan ook wat hagel of natte sneeuw bij zitten. De temperatuur zakt terug naar 1 graad of 5, maar van de nachtvorst zijn we wel tijdelijk even af. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In. En wij zijn er morgen weer met een vers bulletin. Graag tot dan!